Deze is helemaal vol. En hier heb ik er ook nog 7. De leerlingen van groep 3 tot en met 8 van de Lorenschool renden woensdagochtend rondjes voor het goede doel. Door uit te wijken naar de hockeyvelden tegenover de school kon de sponsorloop dit jaar toch doorgaan. Nou, dat is een hele oude traditie al, die normaal in de professorenwijk gehouden wordt. En dan lopen de kinderen over de straat. En alleen nu vanwege corona hebben we gezegd, laten we het gewoon doorgaan. Maar het zou op de Roomburger sportvelden kunnen. Dus hier, kinderen die gaan van tevoren bij ouders, ooms en tantes, buren langs. Om te vragen hoeveel rondjes ze zouden kunnen lopen. En dan krijgen ze steeds een bepaald bedrag voor. Dan later wordt het geld betaald aan het goede doel. Nou, ik heb van een aantal mensen heb ik een vast bedrag. Dus ik heb voor een vast bedrag 5 euro. En dat heb ik dan van een paar mensen. Ik heb ongeveer 45 euro opgehaald als het goed is. Het bij elkaar gerende geld is bestemd voor leeftijdsgenoten van de kinderen in Guatemala. Nou, net als in Nederland moesten ook de leerlingen in Guatemala in maart vorig jaar vanuit thuis verder leren. Alleen helaas is het in Guatemala zo dat de leerlingen nog steeds thuis zitten. Dus vanuit de overheid mogen de scholen nog steeds niet helemaal open. Dus wij zijn heel hard aan het werven voor tablets, zodat we kinderen beter onderwijs thuis kunnen aanbieden. Omdat het ontzettend lastig is als je met 6 broertjes of zusjes in een kleine kamer woont om je goed je huiswerk te maken. Dus daarvoor zijn we aan het werven en zijn de kinderen heel hard aan het rennen vandaag. Daar wordt van tevoren in de klas ook over gepraat met de kinderen. Ze krijgen informatie over het project. En ze weten dan ook waar ze voor lopen. En ze herkennen zich natuurlijk in de leeftijden van kinderen. Want er wordt ook beeldmateriaal over de kinderen in de klasse getoond. En op die manier krijgen ze wel een binding. En beseffen ze van ja, wij hebben het goed. En we mogen ook wel iets voor een ander doen. Ze moeten eten hebben en anders gaan ze dood.